Yo mensen, vandaag met een gloednieuwe video. En jullie denken, what the fuck? Waar de fuck is een Ryan Lult gebleven? Nou, ik zou één ding zeggen, die is er nu weer. Nee! Dus, laten we gelijk gaan beginnen. Voordat we gaan beginnen, ik ben naar de minimarathon geweest en dat was heel leuk. Ik heb hier een video ervan. Ik zal hem even laten zien. We zitten hier nu bij het begin en iemand roept hier botergal. Botergal! Helemaal top. En iedereen roept hier random te gillen en te dansen en te springen. En hier zijn we dan aan het lopen. We zijn hier net van de start afgekomen. Helemaal top. En er was best veel mensen, deels ergens random, ik weet eigenlijk niet waar. En dit was dan weer dicht bij het begin. Of bij het begin, bij de finish, sorry. En ik was helemaal blij. Want ik had anderhalf maand al niet meer getraind. En ik dacht, ik ga het niet halen. Maar toch wel. En we hadden 32 minuten over gedaan. Dat vond ik op zich niet slecht. En hier kwamen mensen met handen in de lucht. En dat was het eigenlijk wel. En hier heb je dan mijn medaille. En als jullie afvragen waarom er de laatste tijd zo weinig video's zijn geüpload, is omdat mijn wifi is de laatste tijd zo kloten. Ik heb UPC en de wifi is de laatste tijd echt what the fuck is er nu aan de hand? Dat is eigenlijk mijn uitleg ervoor. Maar we gaan gewoon gelijk beginnen, anders wordt de video veel te lang. Oké. Deze is van Ajax Nix. Ben je ooit gepest? Ik ben wel eens gepest, alleen dat was vroeger. Dus niet nu, maar vroeger. De tweede. Weer van Ajax Nix. Welke sport doe je? Op dit moment doe ik geen sport, alleen ik doe verschillende dingen zoals steppen en zeilen vind ik ook leuk. Dat doe ik allemaal en ik weet niet echt, dat kan ik eigenlijk wel een sport doen. Ja. Dus ja, dat doe ik eigenlijk nu. En deze is van Pyro Fuckers. Speel je GTA Heist en heb je die ook al uitgespeeld? Ik heb hem uitgespeeld. Of ik ooit Social Club ga joinen en dat ik dan online kan op GTA 5, weet niet. Want ik speel het nu niet echt zo meer vaak. Ja, dat zei ik wel. Deze is van Nathan Egbeen. Do you snap it or you don't snap it? I snap it very well. And do you snap it or you don't snap it? Deze is van Renze van den Bos. Hoe ben je begonnen met YouTube? Twee of drie jaar geleden. Toen was ik helemaal nerfverslaafd. En zat ik op de basisschool. Dus dan had ik het niet zo druk als nu. En toen verveelde ik me. Toen dacht ik, weet je wat, laat ik YouTube kanaal maken. En zo is het eigenlijk gekomen. En dat is mijn uitleg er eigenlijk wel voor. Dus daarom ben ik begonnen met YouTube. Deze is van Len Vrolijk. Vertel waarom je eigenlijk zo vaak zegt, dat is het eigenlijk wel. Ik zou het mijn god niet weten. Maar eerlijk gezegd let ik daar niet echt zo op. En het boeit me ook helemaal niet zoveel. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat zo vaak zeg, omdat ik het gewoon leuk vind ofzo. Deze is van Romee Brox. Ga je gamen met kijkers op PS3? Ik heb nu mijn PS3 en ik zou heel graag met jullie willen gamen. Dat zou ik heel leuk vinden. Nu ben ik nog niet echt zo van met jullie, ik weet niet hoe je dat kunt noemen, met jullie in contact. Maar ik zou heel graag met kijkers willen skypen en gamen. Dat zou ik fucking vet vinden. Dat is ik wel. Deze is weer van Nathan Egbeen. Wat vind jij van die Nederlandse en Chinese invoerrechten? Ik vind dat eigenlijk dat er redelijke rechten moeten worden ingevoerd. Dat is eigenlijk wel. Deze is van René van den Bos. Of René, Renze van den Bos, sorry. ga je een gamekanaal starten? Als je dat doet, ga je dan ook een team nemen? Ik ga geen gamekanaal starten. Als ik een gamekanaal... wat de fuck is hiermee gebeurd? Als ik een gamekanaal ga starten, dat ga ik sowieso niet doen, maar dan ik ga gewoon games op dit kanaal doen. En als ik een team, of ik een team ga starten, ja, dat lijkt me fucking vet. Alleen, dan moeten de andere YouTubers, dan moet ik daar ook mee in contact komen, En dat doe ik nog niet echt zo erg.
De laatste, deze is weer van Romee Broks. Wil je een home tour doen en als je dat niet wil, misschien een kamertour? Nou, een home tour heb ik op dit moment geen tijd voor en een kamertour is beneden. Dus ik doe het wel in deze, ik doe het wel in deze kamer. Nou, dit is niet echt mijn kamer. Dit is de logeerkamer en een heel groot raam, zoals jullie kunnen zien. Helemaal super top. Allemaal Minecraft posters op de grond. Waarom? Zou ik mijn god niet weten. SpongeBob slippers daar, een random pen op de grond, allemaal random foto's en een stoel. En allemaal mijn poppenverzameling, waar ik vroeger helemaal op gelde, toen ik, weet ik veel, oude jaar, ja, 19. En ik vind dat deze knakker, ik weet niet meer hoe die heette, maar een piemelneus heeft. Dat vind ik echt, en ja, dat is sterk wel. En ja, allemaal spelletjes en zo. En hier allemaal van die elektrische schokdingen die best pijn doen. Dus dat ga ik niet doen, want daar heb ik helemaal geen zin in. En mijn grote berenverzameling, ja, die ik eigenlijk ook niks mee doe. Want toen was ik, weet ik veel jaar oud, maar jong. En dit is mijn nerf, die ik eigenlijk nog moet verkopen. Die wil ik gaan verkopen. En deze twee wil ik houden, omdat die een beetje speciaal voor me zijn. En ja, die wil ik gewoon houden. Maar ja, dat is eigenlijk wel ballon, hou, kop. En ja, nou, dat is eigenlijk deze kamer wel. Vet cool. En ja, en nou ook een kast. Maar ja, dat is eigenlijk meer belangrijk. En ja, ik hoop dat jullie deze video hebben leuk gevonden. Als jullie deze video hebben leuk gevonden, laat dan even een likeje achter. Dat helpt mij heel erg. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Goed moed.